Gewoon, doe gewoon zo. Gewoon, YOLO. Hallo jongens en meisjes, ik ben Kevin, de Gamer Holder en welkom bij een nieuwe Minecraft video. Vandaag spelen we survival games, zoals die Wither Skeleton achter mij zegt. En we gaan beginnen. Oké, we beginnen bij het eerste potje en ik zit in iemand. Hallo, Uros Pro. Wow, je moet wel echt pro zijn om pro bij je naam te zetten. Wow. Oké. Laten we beginnen. Ik neem deze chest. Dankjewel. Wauw, die gast op zijn paard heeft voorsprong. Oneerlijk. En ik heb hartstikke jeuk aan mijn arm. Ik heb hartstikke jeuk aan mijn arm. Ik kan nu niet krabben. Dit is heel vervelend. Opschieten. Oké. Armor aan, dankjewel. Ik heb een houten zwaard. Oh, kom op. Oké, naar buiten. Hier is nog een chest. Dankjewel. Dankjewel voor de armor. Hier is een chest. Met eieren en een sneeuwbal. Oké. En we gaan de brug over, denk ik. Als hier geen chest. Oké. Brug over. Op. Oké. Kan ik mijn arm. Krabben. Het is ook leuk dat. Dat de wetenschap gewoon niet weet waarom mensen zomaar jeuk krijgen. De wetenschappers weten dat niet. Ja, het is heel raar. Ik krijg zomaar jeuk. Oké, laten we dit huis binnen gaan. Donkey Kong. Zit hier achter iets? Dit is toch gewoon Donkey Kong, of niet? Heel klein beetje anders. Lijkt op het oude Donkey Kong spel. Van de Super Nintendo Entertainment. Ik weet het eigenlijk niet. Het is van arcade. Speelhal. Van heel vroeger. Even kijken. Dit huis heeft waarschijnlijk wel iets. Hoop ik. Nee? Oké. Oh, wauw. Beide huizen hebben dus helemaal geen chest. Oh, wacht. Chest gevonden. Met een boog. En boots. Dankjewel. Oké. Laten we nu op zoek gaan naar andere mensen. We hebben nog geen stenen zwaard. Dat is wel jammer. Nee, we hebben in ieder geval genoeg te eten. Dus we zullen niet verhongeren in de Hunger Games. Ja. Oh, yes. Een player tracker. Geweldig. Wacht. Hey. Oeh. Hey, gozer. Hallo. Hoppakee. Stenen zwaard, eindelijk. Dankjewel. Die had ik nodig. Oké. De player tracker nog één keer. Oké, de dichtstbijzijnde persoon is 100 blokken weg. Ja, het is wel leuk om een keer Hunger Games te spelen. Hier was ik heel goed in vroeger. Maar nou niet meer. Oké, supply drop. Oh, natuurlijk zal het weer daar zijn. Waar ik nu ben. Dan word ik hier aangevallen door 10.000 mensen. Ik draaide echt net op een goede moment om. om te gaan eten. Hallo. Oh. Oh, nee, met je hond. Met je rothond. Wegwezen. Nee. Rothond. Oké, dit is potje nummer 2. En deze persoon heeft ook een paard. Wat hebben die mensen met die paarden? Echt. Wat? Oké. Dat is wat? Die gozer gebruikte het paard of zo om. Oké. Geen idee wat er gebeurde daar. Die gast gebruikte het paard om ervoor te kunnen komen. Interessant. Oké, zijn er hier nog chests? Graag, AUB. Hier is een chest. Die zag ik staan. Dankjewel, die is van mij. Het zou ook leuk zijn als ik een wapen kon vinden. Hallo. Hier is een chest. Chests. Hoe zeg je het in het Nederlands? Kisten, maar. Oké. Ik vind Nederlandse Minecraft gewoon echt heel raar. Ik zal het je gewoon zeggen. Nederlandse Minecraft vind ik gewoon zelf heel raar, want ik speel altijd op Engels. En ik vind Engels gewoon. Ik vind Engels gewoon veel beter taal dan Nederlands. Dat is gewoon wat ik vind. Als jij het niet vindt, dan boeit mij dat niks. Oké, golden chest plate graag. Dankjewel. Laten we even dit. Oeh, yes. Dankjewel. Oké, daar is niks in wat ik nodig heb.
En de ladder omhoog. Kom op, help me. Ah. Step vast. Hij is zo goed in PvP. Daar moet je ook wel gewoon uit kunnen komen, of niet? Oh, 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 oh. Hallo. Hallo. Waar ben je? Waar is deze gozer? Wauw, hij is hier in het water gevallen. Doei. Het is niet een goed idee om het water in te springen, hoor. Maar als jij wil zwemmen, vind ik goed. Hoe heb je niet zoveel? Oh, oh, oh. Deze gozer heeft gewoon bijna geen armen of wat dan ook. En je mist je axe. Daar gaat je wapen. Wat vind ik het domme aan de axe-class? Als je je wapen weggooit, dan heb je niks meer. Je hebt een stone axe, of als je geluk hebt een iron axe, en die gooi je weg, en dan heb je niks. Als je hem dan mist, dan heb je een groot probleem. Ik heb 3 arrows, oké. 119 bokken, dat is best wel ver. Eten hoef ik ook niet meer over na te denken. Laten we gewoon op zoek gaan naar deze persoon. Ik vind het leuk om mensen te vermoorden. 110 blokken. 86. Oh, is op het strand. Kom je strandvee. Wow. Oké, hallo. Oh, wow. Dat was fall damage. Kom. Yes. Oh. Die was wel mooi. Bow shots. Hier. Yeah. Wow. Kom. Nee, geen watergevechten. Alsjeblieft. Als jij een boog had, waarom had je hem zelf niet doodgeschoten dan? Waarom moest ik hem doodschieten, terwijl jij ook een boog had? Dat is heel erg onlogisch. Oké. Doei. Oké, nog 1 arrow. Wacht even. Ah, ik miste hem. Oké. Laten we even weggaan. Dat is een beetje vervelend. In water, ik ga gewoon nooit achtervolgen in water. Dat is zonde van je tijd, want je kunt niet sneller. Dat is het probleem. En als je iemand slaat, gaat hij nog verder van jou weg. Oké. Hoppakee. Hij is bij die boot, volgens mij. Laten we hem af... Oh, kijk, daar gaat hij. Ik heb mijn kompas. Denk me niet dat je van me afkomt, joh. Denk me niet dat je van me afkomt. Oh, dat was een slecht idee om in de kist te gaan. Hij wist ook niet dat ik achter hem aan zat of zo, gewoon. Zo, nog een kill. Hoeveel zijn er nog over, zeg? Zoveel player trackers, wauw. Oké. Wacht, ik zag eigenlijk chain armor. Die moet ik even aandoen. Dankjewel. Full chain. Hoppakee. Chest refill? Nee, heb ik niet nodig. Oké, wie zijn er nog over? 4 mensen. Ik hoop dat het geen... Oh, dit mag niet eens team. Dit is solo survival games. Je mag geen team meer hebben. Yes, dat was het enige probleem in survival games. Teams. Maar nou mag het niet meer. Yes. Was wel leuk. Want ik vroeg in de forum. Ik zei, ik vind teams niet leuk. Oké. Maar, dus ik ging naar de forums toe. En ik zei, kunnen jullie misschien dit doen zoals Hypixel? Want Hypixel heeft een hele goede servers. En die hebben het gemaakt dat als jij geen team wilt, dat je gewoon solo kunt spelen. En als je wilt teamen, dan ga je team spelen. Zodat je niet zomaar door een team kunt aangevallen worden. Want dat is niet zo eerlijk in de survival games. Dus, ja, dat hadden ze dus. En ik vroeg dat dus in de forum. En ze zeggen nee, want wij willen niet van mensen afpakken. Wij willen origineel blijven en niet naapen. Een maand later hebben ze dit systeem. Een maand later hebben ze solo en team, survival games en Skywars. Oké, waar is deze gozer? Waar is deze gozer? Hallo? 30 blokken. Waar is hij? 29 blokken. Oh, hey, hallo. Hallo, daar ben jij. Hallo. Hallo. Ik achtervolg jou. Vanaf nu. Of misschien niet. Waar? Wat?
Hij is verdwenen. Oh, chest refill, wacht even. Wat, is dat diezelfde persoon? Ja. Hij is helemaal weg. Oh, hey, hallo. Yes. Oké. Dat is een mooie. Kijk niet in chests. Kijk niet in chests. Vooral niet als je nu in 1v1 zit. Kijk niet in chests. Tenzij je weet dat die persoon heel ver weg is. Oh nee, de deathmatch. Oké, kom op. Hij is 60 blokken weg. We kunnen hem aan. Oh nee, hij heeft een paard. Het zal ook weer niet. Oh, het zal ook niet die persoon zijn die het paard heeft. Of niet? Of wel? Of de persoon die de... Oh, kijk zijn armor. GG. Oh, wow. GG. Oh, die paarden zijn zo vervelend. En hij is een legend. Pay to win. Yes! Oké. Nee, dat hoeft niet per se. Oké, we zijn aanbeland bij het laatste potje van vandaag. Op deze leuke map. Ligt eraan of het goed gaat of niet. Of het leuk is of niet. En we gaan beginnen. 1, go! Oké, we springen. We pakken gelijk deze chest hier beneden. Yes, stone sword. Wat ik kan doen is ik kan gelijk iedereen aanvallen. Maar ik heb geen zin in, want je hebt 4 hartjes extra aan. Dan moet je zoveel vechten. Ik heb een mushroom stew. Dat is heel erg handig. Mocht ik gelijk worden gerusht. Zonder veel spullen. Dan heb ik tenminste wat extra health. In ieder geval wat regeneration, zoals dat heet. Weer een paardengozer, hallo. Lijkt me leuk als ik deze gozer gelijk kan vermoorden. Want die paarden zijn echt vervelend. Even kijken. Ik achtervolg hem. Shh. Sst. Vertel niemand dat ik hem aan het achter... Oh. Oh, hij rent weg. Wat je... Kom hier en vecht als een man. Oké. Kom op. Oké, gaat hij naar boven? Hij gaat naar boven. Dat is slecht. Want dan loop je vast. Oké. Had hij geen iron leggings aan of zo? Leek zo. Misschien was het zijn skin. Nee, ik dacht echt dat hij betere armor aan had. Oké. Laten we verder gaan. Die paard is nou veel te ver weg, dus... Dat paard, zoals mijn Nederlandse leraar zou zeggen. Maar Nederlands boeit me niks, want ik doe veel Engels. En Engels veel leuker dan Nederlands. Maar, oké. Okay. Eén chest. En bijna geen armor. Oké. Waar zijn de chests hier ook alweer? Die zijn hier. Oh, geweldig. Dat heb ik heel erg nodig. En andere chesten. Chests. Hier. Oké, dat is best wel handig eigenlijk. Chest is al geloot. Yep. Oh, ik kan enchanten. Oké, wacht even. Ik kan niet zien. Sharpness. Yes. Oké, dankjewel. Yes. Oké, sharpness. Dat gaan we winnen, jongens. Meisjes. Of... We gaan het ook niet winnen, dat weet ik niet. Kom op, sharpness. Sharpness voor de win. Yes! Oké, sharpness voor de win. Oké. Ik moet even regenen. Oh ja, dit is één tip op deze map. Als jij 2 diamonds hebt en een stick en je weet niet hoe je moet craften, ga hier en klik op die knop. Die verandert deze in een crafting table. Het is een geheimpje tegen niemand zeggen. Zie je dat? Geweldig. En dat is gewoon een piston block swapper. Easy peasy redstone. Yeah. Waar is iedereen? Ik heb de smart op gemist. En hier ligt een dood iemand op de grond. Hallo. Coward. Maar hij is dood gegaan. Oké. Sommige mensen zijn wel een beetje een watje als je wegrent. Want je weet dat je dood bent en het enige wat je doet is wegrennen. Oké. Iemand in het midden? Nee? Chest refill in 1.8 minuten? Zo lang? Wow, deze video is al 25 minuten. Dat wordt knippen en plakken. Oké,
op zoek naar mensen. Met knip en plak bedoel ik. Ik wil ervoor zorgen dat deze video ongeveer 15 minuten lang is. Dus ik knip alle lange dingen eruit. Weet ik veel, als ik op zoek ben naar iemand. Zoals nu, op dit moment. Ik kan misschien niet in de video zitten. Want ik ben op zoek naar mensen. Dus dit wordt waarschijnlijk uitgeknipt. In ieder geval, waarschijnlijk dit niet. Dat was fout. Ik word bang van fall damage. En dan krijg je niet eens een half hartje eraf. Dan is het zo. Oh, je springt zo laag dat je de hartje, dat je het hartje gelijk terug regenerate. En dan ja, heeft het dus geen enkel nut. Oké, hier ligt nog iemand dood neer op de grond. Ik denk zeker dat één van die personen een paard heeft. Een haard. Nee, dat is wat je, waar je s'avonds bij zit met het vuur. In de kamer, woonkamer. Oké. Oh ja, de barrier. Natuurlijk. Helemaal vergeten. Wat? Waarom zit daar een opgang? Steve? Alex hoofd? Geen idee, oké. Vraag het niet aan mij. Ik ben niet de maker van deze map. Waar is iedereen? Het is alsof dat één groot team is. En de rest. Of in ieder geval, en ik ben over. En ze staan nu in het midden. Bij die chest. Allemaal aan het campen. Weet ik veel. Ja, want er is niemand. En de border wordt kleiner. Dus waar blijft iedereen? Oké, er is waarschijnlijk zeker één iemand in het midden. Oh. Waarschijnlijk misschien twee. Oh nee, nu in ieder geval eentje. Of. Nee, er is gewoon helemaal niemand hier. Gewoon helemaal niemand. En de deathmatch begint zo. Oké. Daar kan ik niks mee. Daar kan ik heel, heel weinig mee. Maar heel misschien. Nee, dit heeft niet veel nut. Oh. Oh, diamond sword gozer met iron armor. Ren maar weg. Zie, dit zeg ik met die watjes. En dan gooit hij zijn TNT. Oh. Kom dan. Yes! Oh! Yes! Gozers, jongens, meisjes, dit kan nog eens heel, heel speciaal worden. Nee, niet die iron chestplate. Graag. Oh! Oké, dit kan opeens heel speciaal worden. 6,15 naar 7. Oké. Waarschijnlijk word ik als eerste aangevallen. Dat zal wel. Oké, ik hou hem beide in mijn scherm. Ik sta stil. Ik ga gewoon wachten. Ik wacht gewoon. Oké, deze gozer rent weg als een watje. Zoals iedereen dat doet. Oh nee, ik moet eten. Nam. Oké, hij doet niks. Hij heeft ook een diamond sword. Hoe komt iedereen aan een diamond sword? Wat? Oké. Ah, ze zijn tegen mij aan het teamen. Of in ieder geval, nee, waarschijnlijk niet. Lijkt alleen zo. Iedereen rent weg van elkaar. Kom op. Jezus. Vecht als een man, zei ik. Oké, daar. Kom op. Ik zei vecht als een man. Kom op. Wauw, dit heeft dus helemaal geen nut. Oh, kom op. Dit haat ik dus. Als mensen gewoon weglopen. Ze denken van, joh, weet je, ik ben zo'n bangerik, ik loop gewoon weg, weet je. Gewoon, doe gewoon zo. Gewoon, YOLO. Oh, yes! Anderhalf hartje. Wow, GG. Wauw. Die kill op het einde, of in ieder geval met die iron armor en de diamond sword. Als ik die niet had gedaan, dan had ik dit verloren. Dankjewel allemaal voor het kijken. Als jullie deze video leuk vonden, laat dan een like achter. En als je nog meer van dit wil zien, abonneer dan. En ik zie jullie in de volgende video.